9 startups die de global challenges van deze tijd aanpakken. We are at the defining moment of climate change and we need to address this at a very early stage now. There's about 2.3 billion people in social media right now. You're bound to have conflicts. Als ik sta bij een tramhalte of ik zit in een restaurant, dan zie ik alleen maar mensen achter schermen zitten. Met 2 kleine dochters dacht ik, wat voor wereld groeien zij straks op? Momenteel gooien we zo'n 90% van alles wat op de markt komt gewoon weg en recyclen we niet. We as a mankind have hugely profited of the oil and gas industry. It will be our job to close down the oil and gas fields as we no longer need them. Er moet steeds meer voedsel worden geproduceerd met steeds minder middelen. Dus technologie moet het antwoord bieden. 9 ideeën om Den Haag en de wereld nog mooier en beter te maken. We creëren een platform voor meer transparantie in de waardeketen. Samen met ons kunnen we hele grote groepen mensen in crisis in contact laten komen met NGO's en overheden om zo die hulp die zij geven veel efficiënter te maken. We are designing an efficient cookstove. We reduced the fuel consumption by half. We're trying to build what we believe is a healthier, friendlier and safer social network for everyone. Het is een sociale onderneming met als missie om jongeren die vast zijn gelopen in het huidige onderwijssysteem om hen te helpen met een baan met toekomst. Met een boost van de gemeente Den Haag. We zijn heel erg blij met Impact City, omdat zij zo enorm veel tijd en energie steken in het creëren van een netwerk. Bij Impact City draait het om doing good and doing business. It's definitely one of the leading ecosystem in Europe. We zijn ook in contact gekomen met NGO's en overheden. They also offer you training on the pitch, on how to validate your idea and how to go to the market. Impact City helpt met het netwerk, helpt om de juiste mensen op de juiste tijd te ontmoeten en je zo een stapje verder te brengen.